De laatste oefenwedstrijd van ADO Den Haag is tegen OFI Kreta. De ploeg uit Griekenland is op trainingstage in Nederland en speelt tegen ADO Den Haag op het veld van Laakkwartier. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Blom. Malone. Naar Van Duinen. Vindt aan de rechterkant Schet. Schet met de voorzet en de halve omhaal van Malone. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd na 6 minuten voor ADO Den Haag. Met Dion Malone die de aanval zelf opzet. En via de voorzet van Schet met een halve omhaal probeert te scoren, maar tevergeefs. ADO met Coutinho, Malone, Wormgoor, Beugelsdijk, Supusepa, Holla, Jansen, Van Duinen, Gaudier, Schet en Van Haren. Meijers ligt geblesseerd, hij is er niet bij. Een nieuwkomer Cabral speelde eerder op de middag tegen Jong NAC. Die wedstrijd werd met 4-1 gewonnen door Jong ADO. Gaudier met links. Lekker geraakt. Door de linksbuiten van ADO Den Haag. Met een gelukje komt hij voor zijn linkerbeen. Haalt uit. Maar doelman Daskalakis pakt de bal en klemt hem. Leuke speler om naar te kijken, Ninos Gaudier. Kan wel eens de revelatie van het seizoen worden. Hier is hij weer, Gaudier. Op aangeven van Supusepa. Gaudier door de stokken van de speler van Kreta. En dan uiteindelijk op doel afvuren. Lekkere actie van Ninos Gaudier. Overgekomen van Heracles Almelo. Statis met nummer 87. Het kan allemaal in Griekenland. Zoeken naar de spits. Slecht uitverdedigd door ADO Den Haag. De eerste mogelijkheid voor OFI Kreta. Die bal gaat voorlangs het doel van Gino Coutinho. Die het met name de eerste 30 minuten niet druk heeft gehad. Inzet was van Kalacic. Coutinho. Beugelsdijk. Naar Holla. In een driehoekje naar Supusepa. Het ziet er goed uit bij ADO Den Haag. Gaudier in de combinatie met Van Duinen. Daar is Gaudier met het rechterbeen. Gaudier en de schuiver. Die wordt gepakt door Daskalakis. De doelman van OFI Kreta. Het is goed om te zien dat Gaudier en Van Duinen elkaar makkelijker vinden. In de eerste wedstrijd was het wat onwennig voor Ninos Gaudier. Maar zo langzamerhand wordt er meer op elkaar ingespeeld. Goede redding van Gino Coutinho. Die zelf niet helemaal bewust lijkt van de redding. Dan fluit Blom. En de spits van Kreta was dichtbij. Voorzet vanaf de linkerkant. Op de benen van de spits. Dat is Papazoglou. En met een halve karatetrap werd Coutinho die bal weg. Papazoglou dichtbij de openingstreffer. Tweede helft. 0-0 de stand. Als Kreta eruit komt. Beugelsdijk mist. En daar komt Coutinho. Goeie redding van de doelman. De voorzet van de spits die in de eerste helft dicht bij het eerste doelpunt was. En Coutinho die prima uitkomt. Schet. Naar Van Haren in de combinatie van Duinen naar Malone. Malone met de voorzet. Die wordt weggewerkt door Kreta. Van Haren naar Holla krijgt hem terug. Aan de linkerkant, daar staat Supusepa zoeken naar Gaudier. Gaudier met rechts het afstandsschot en de vingertoppen van Daskalakis, de doelman van Kreta. En zo zijn de grootste kansen van ADO Den Haag voor Ninos Gaudier. Trof nog geen enkele doel in het shirt van ADO Den Haag, maar dat gaat zeker niet lang meer duren. Beugelsdijk. Schuift in. En levert af bij Gaudier. Gaudier, slordig balverlies. Daar komt de counter van Kreta.
ingeleid door de man met rug nummer 1. Ook dat kan gewoon in Griekenland. Normaal gesproken staat hij op doel, maar voor Griekse begrippen is het een middenvelder of een verdediger. En dit is een grote kans. Die komt op naam van een andere invaller. Koutsianikoulis. Met links. Scheelt niet eens zoveel. Wormgoor. Van de Haren. En de overtreding op Jansen. Vrije trap voor ADO Den Haag. Gemaakt door Veron, de man met rug nummer 1. Vrije trap snel genomen. Van Duinen. Naar Van Haren. Van Haren met de paal. In tweede instantie. Wippertje gaat er ook niet in. Van Haren met rechts. Die wordt geblokt. En daar is Mike van Duinen. En die scoort de 1-0 voor ADO Den Haag. Het heeft eventjes geduurd. Van Haren op de paal. Daarna de vingertoppen van Daskalakis. En uiteindelijk Mike van Duinen. Wie anders? Hij maakt de 1-0. Bekeken balletje hoor van Haren. De vingertoppen. Uiteindelijk nog de teen van Statis. En dan komt Mike van Duinen. Die rondt het prima. Maar bovenal hard af voor ADO Den Haag. 1-0 voor de ploeg van Stijn. En Van Duinen met zijn derde doelpunt in de voorbereiding. Scoorde ook al tegen Excelsior. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. En ook tegen Dordrecht. Ook die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. En ook vandaag zit er weer een scout van FC Utrecht op de bank. Om te kijken hoe Mike Van Duinen dat doet. En dan zegt Blom. Het is genoeg. ADO Den Haag over Creta. De laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2013-2014 wordt gewonnen door ADO Den Haag met 1-0 door een doelpunt van Mike van Duinen.